Hallo, welkom bij een nieuwe videoles en deze keer kijken we naar opgave 15 van het Vitus College, de oefentoets voor energie. Met een elektromotor van hijskraan wordt een voorwerp G met een massa van 80 kilogram met een constante snelheid omhoog gehezen. Tijdens de beweging wordt er in de motor warmte ontwikkeld. De elektrische energie dat de batterij moet leveren om het 3 meter omhoog te krijgen is 3,6 kilojoule. De weerstand tijdens het hijsen mag worden verwaarloosd. Schrijf de energieomzetting schematisch op. De energieomzetting in dit geval is dus, we hebben elektrische energie waarmee we beginnen. We gaan met een constante snelheid hijsen, dus we hebben alleen maar zwaarte-energie die eruit komt. En daar gaat wat energie verloren aan wrijving, aan warmte en andere leuke dingen. Dus die zetten we eronder. Dan vraag B. Bereken hoeveel temperatuurenergie in de motor ontstaat als het voorwerp 3 meter is opgehezen. De elektrische energie. Nou, de energie die we erin stoppen. Oftewel, de elektrische energie is dus 3,6 kilojoule. Heb ik nu het gevoel dat ik ergens wat mis? Leuk dat mijn telefoon aan het piepen is. Even kijken, wat hebben we dan? Oh ja. We kunnen ook zeggen dat de hoogte-energie, die berekenen we met m keer g keer h. Het voorwerp is 80 kilogram, 9,81 en we hezen hem 3 meter op. Dus we hebben in principe 80 keer 9,81 keer 3. We hebben 35 kilojoule aan energie echt nodig. Dus de energie die we verloren zijn aan warmte en andere leuke dingen, is de energie die we erin stoppen, min de energie die we aan hoogte kwijt zijn geraakt. Dat is dus 3,6 min 2,35. En 3,6 min 2,35, dat is 1,25 kilojoule. Goed, vervolgstap. Vraag C. Bereken het rendement van de motor. Nou, dan zien we hier al gelukkig alle gegevens nog staan. En dan kunnen we zeggen, het rendement bereken je met nuttig gedeeld door in keer 100%. In dit geval hebben we aan nuttige energie 2,35 kilojoule gekregen. We hebben er aan energie 3,6 ingestopt. Dus dan hebben we 2,35 gedeeld door 3,6 is keer 100. Dan hebben we een rendement, keer 100 zei ik, niet keer 10. Keer 100, dan hebben we een rendement van 65%. En dit was opgave 15. Wederom bedankt voor het kijken en tot een volgende keer.